Reinders goed gecoacht. Draait goed weg. Handig in beweging. Nu kan de steekpaas komen. Steekpaas is uitstekend. Van Brederode staat buiten spel. Dat is jammer. Een schitterende actie van Reinders. Die knap wegdraait. En dan ben ik benieuwd of het inderdaad buitenspel was. Nou, volgens mij bij lange na niet. Maar dan ook echt bij lange na niet. Hier was het wel buitenspel geweest. Weer schuift die laatste linie op van Gio Vicente. En dan ligt er daar ruimte. Goed gedaan. Dani de Wit terugleggen. Pavlidis, gezicht naar de goal. Dan is hij gevaarlijk. Dit is wel buitenspel. Tegenstander die op papier zeer verdedigend helft op binnen de lijnen stuurt. Maar in praktijk blijkt dat toch allemaal wel mee te vallen. Speelt verder van de goal dan je op voorhand verwacht had. Reinders goed gecombineerd met Pavlidis. Pavlidis meteen weer positie innemen. De Wit! Edel AZ! Na een kwartwedstrijd. Het was even zoeken voor de Alkmaarders. Naar de gaatjes, maar ze vinden er een met een aanval uit het boekje. Snel, goed gecombineerd. Reinders en Pavlidis. Kerkes met de afgemeten voorzet op de inkomende Dani de Wit. Ja, het is gewoon een fraaie goal. Marco Borsato, AZ-fan. De Wit in één keer door op Evjen. Kan op Reinders. Kan ook een station verder. Daar kiest hij voor. Waarom voor Brederode? Reinders. Brederode. Kan hem laten vallen. Kiest weer voor Reinders. Klaasie. Reinders. Pavlidis, Reinders, De Wit, Reinders doorgelopen. Schitterende aanval en geen 2-0. De vingertoppen van de Braziliaanse doelman kunnen dat voorkomen. Een van de mooiste aanvallen van de wedstrijd. Met weer een hoofdrol voor Reinders. Continu in beweging, continu aanspeelbaar. De Wit, Dani de Wit in dit geval, Pavlidis, ach, hij gaat er niet in. Dat had hem toch moeten zijn, van zo dichtbij. Dani de Wit zit er fel goed bovenop, onderschept de bal en geeft er dan voor je gevoel niet de beste kans aan Pavlidis. Goed gedaan, Evjen. Prima gedaan, Evjen. Dat is de Jakos. Noord doorgelopen. En nu nog een goede voorzet. En daar gaat hij erin. Met een beetje hulp. En is het Michael Lado met zo'n beetje zijn allereerste balcontact. Zet hij AZ op 2-0. En opnieuw kan je zeggen, wat gaat er een mooie aanval aan vooraf met een hoofdrol. Dit keer voor Evjen. Die verovert hier de bal, krijgt hem terug van Dani de Wit. Loopt dan door, meteen aanspeelbaar. En dan op snelheid heeft hij eigenlijk zijn vizier gericht op Pavlidis. Maar is het Lucas met zijn eerste balcontact die de bal op zijn eigen paal prikt. En daardoor is het Lado. Die ook zo'n beetje met zijn eerste balcontact AZ op 2-0 kan brengen. Martin Cindy, uitstekend. Kan nu geven, Pavlidis. Dit is geen buitenspel, Pavlidis. Ah, goed verdedigd door Andrew. Bal gespeeld. En zo heeft die Andrew wel een drietal belangrijke reddingen verricht in de tweede helft. Hier komt AZ opnieuw, Pavlidis. Reinders loopt door, het kan op Dani de Wit. Maar dit kan ook! En dit past prima. Pavlidis maakt het nog wel allemaal wat zonniger voor AZ. 3-0. Het begint weer met het
Slordige balverlies. Reinders onderschept. Pavlidis. Reinders dan op snelheid. De Wit zou kunnen. Ja, die fungeren als bliksemafleiders. En dan is het Pavlidis. Spits. Gezicht naar de goal. Ja, en dan gaat hij er ook voor. Reinders meegeven. Mees de Wit. Nou, het hoeft niet echt meer natuurlijk. Maar als het kan, waarom niet proberen? Klaasie duikt in het gat. Mees de Wit. Voorzet blijft lang uit. Komt uiteindelijk niet helemaal op het hoofd van Dani de Wit. Hier gaat Sugawara voorgeven. 3-0, 4-0. Het gaat razendsnel in de slotfase. En opnieuw wordt Gil Vicente door de bewegelijkheid van AZ gewoon aan stukken gereten. Dani de Wit laat lopen, is vervolgens de toeschouwer als Sugawara vertrekt. Die bal krijgt hij perfect terug van Reinders. Ja, de voorzet is prachtig op maat. Mees de Wit 4-0. Maar de zin die zou ook kunnen. Het is Reinders. Oh, en een heel groot deel van het stadion dacht dat hij erin zat. Eens even kijken. Het net bolt. Het is gedaan. AZ wervelt langs Gil Vicente. En is zo goed als zeker van een plek in de groepsfase van de Conference League. En lijkt dus ook moeiteloos de derde hoorde te nemen.